Voorzitter, de minister wijst op allerlei wetboeken en de wet openbare manifestaties. En hij wijst op driehoeken en stelt dan zelf vast, dit is zoals het werkt in Nederland. Maar mijn observatie is een hele andere. Ik was zondag op de Dam, er werd geschreeuwd One Solution, wat erg riekt naar The Final Solution. Er werd geroepen From the River to the Sea, Palestine will be free, oftewel Israël moet vernietigd worden, inclusief de 6 miljoen Joden die daar wonen. Er werd geroepen, leven Hamas, dood aan Israël. Dit allemaal in het Arabisch, gebeurde op het Beursplein. En er gebeurde verder niets. En waarom gebeurt er dan niets? Nou, als we nou even kijken naar de mogelijkheid. De aandrang in Rotterdam om daar de Israëlische vlag halfstok te hangen, komt de burgemeester van Rotterdam, meneer Abu Talib, met een hele bangige brief. En die wijst dan op, ja, dit kan polarisatie betekenen. En zegt hij, ja, ik ben verantwoordelijk voor de recht en de orde. En daarom kan het niet doorgaan. Oftewel, het staat er niet, maar het staat er wel. Hij is gewoon bang voor geweld. Geweld van moslims. Dat is wat er aan de hand is in Nederland. Veel meer dan ons wetboek van strafrecht of de wet openbare manifestatie. En ik denk dat dat ook in Amsterdam de reden geweest is. Dat burgemeester Halsema gewoon laat schreeuwen from the river to the sea. Was een zeer agressieve bijeenkomst. Een zeer agressieve demonstratie. En ik denk dat het openbaar bestuur gewoon bang is voor gedonder met moslims. De minister. Dat is verschrikkelijk, overigens, deze leuzen. En volgens mij heeft mevrouw Halsema zich er ook buitengewoon helder over uitgelaten. Ze heeft gezegd, het is onverteerbaar. Het is onverteerbaar. Daags na misschien wel de grootste slachting onder Joodse mensen sinds de Tweede Wereldoorlog, is dit een onverteerbare uitspraak. Het miskent namelijk het bestaansrecht van de staat Israël. Dus volgens mij is burgemeester Halsema hier buitengewoon normerend in geweest. En wat ik niet ga doen, voorzitter, is op de stoel van de burgemeester zitten. Kijk, wij hebben met elkaar, en dat is ook onderdeel van die rechtsstaat, we hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat de burgemeester het lokale gezag aan zet is. En waarom? Omdat je op zo'n moment ook allerlei afwegingen te maken hebt. Dat geldt zo bij demonstraties, dat geldt bijvoorbeeld ook zo in voetbalstadions. Je hebt allerlei afwegingen te maken die echt op dat moment situationeel bepaald moeten zijn. Namelijk, ben je in staat om een interventie te doen die daadwerkelijk helpend is? Dat is er één. Ben je in staat om met andere middelen dan een demonstratie te beëindigen, toch het strafrecht zijn vervolg te laten hebben? Bijvoorbeeld als je weet wie het zijn. En als je die ook later via het Openbaar Ministerie zou kunnen aanschrijven. Er zijn zoveel andere mogelijkheden ook. En wat ik nou juist heel mooi vind in de manier waarop we dat hebben ingeregeld in Nederland, dat het niet de minister is die eventjes met één bil op de stoel van de burgemeester gaat zitten, maar dat het de burgemeester is die de baas is in zijn stad en die samen met het Openbaar Ministerie en samen met de politie kijkt wat de beste interventie is bij een demonstratie waarin dingen over de schreef van het strafrecht gaan. En ik denk dat dat iets is om te koesteren en ik zou dat ook heel graag zo willen houden. En overigens, of een leus vervolgens daadwerkelijk strafrechtelijk over de schreef gaat, dat is niet ter beoordeling aan ons. Dat is ter beoordeling aan de rechter op basis van de wet die wel door ons wordt vastgesteld. Heer Bosma. Ja, ik vraag de minister ook niet om individueel burgemeesters te recenseren. Hij heeft allemaal gelijk, daar gaat de burgemeester over. En ik ben heel blij dat de minister die leuze aanduidt als onacceptabel en dat hij hier gewoon voor onze beschaving staat. Dat waardeer ik bijzonder. Maar het gaat mij om een veel breder punt. Namelijk dat burgemeesters in de breedte blijkbaar hun hoofd laten hangen naar één bevolkingsgroep waarvan burgemeester Abu Talib suggereert, ze zijn agressief. Dus ik moet mijn beleid aanpassen aan één specifieke bevolkingsgroep. Dat is discutabel gezien de demonstraties, maar het zou ook iets kunnen betekenen voor de toekomst. Want die bevolkingsgroep heeft ook andere eisen en verlangens en reflexen en ideeën over vrouwen, over homo's, over honden, over alcoholgebruik, noem maar op. Mijn angst is dat dit het begin is van een zeer serieuze aantasting van de Nederlandse democratie, de liberale democratie. Nogmaals, ik vraag hem geen oordeel over individuele burgemeesters, maar ik roep hem wel op om pal te staan voor de democratie. Minister? Ja, zeker. En dat steun ik zeer. En overigens, wij recenseren hier inderdaad geen burgemeesters. Ik ken burgemeester Ahmed Abu Talib natuurlijk wel heel goed. Wij kennen hem heel erg goed. En bang is niet een woord dat je zou kunnen gebruiken in één zin met Ahmed Abu Talib, hoor. Dus laten we ook even de overwegingen gewoon in Rotterdam. En daar vindt ook een levendig debat, zoals het hoort,
een levendig debat plaats in de gemeenteraad ook over dit thema. En laat dat debat maar gewoon daar gevoerd worden. Ik ben blij dat heer Bosma ook zegt, dit is ook echt iets van de lokale driehoek. Daar hoort het ook. En ik snap op zichzelf genomen best ook de zorg die u uit. Hè. Dus, en dat zag je natuurlijk heel sterk rondom de demonstraties die zijn geweest. Dat heeft natuurlijk effect op het veiligheidsgevoel van de Joodse gemeenschap. Ja, en daarom hebben we ook dat gesprek over het veiligheidsgevoel met de Joodse gemeenschap. Ook over de manier waarop zij zich veilig kunnen voelen in Nederland. Ook over de manier waarop dat bescherming behoeft. Daar is collega Jezelgus volop mee bezig geweest. En ook weer in dit geval in samenwerking uiteraard met de lokale driehoek. Heer Bosma. Bonnetor. Ja. Maar ziet hij dat gevaar? Ziet hij dat gevaar dat burgemeesters, ambtendragers in zijn algemeenheid hun hoofd laten hangen naar één bevolkingsgroep die een zekere mate van geweld wordt toegedicht? In ieder geval meneer Abu Talib zegt dat. Ziet hij dat gevaar dat die bevolkingsgroep groter kan worden en meer eisen kan hebben, meer eisen kan stellen en meer de straat op gaat? Heel veel mensen zijn bang wat er de komende weken gebeurt als het in Israël uit de hand loopt. Dat onze democratie gevaar loopt daardoor. Minister. Nogmaals, ik denk niet dat dit een juiste recensie is van de keuzes die Abu Talib heeft gemaakt. Maar laat dat debat verder in de gemeenteraad plaatsvinden. Ik geloof niet dat hij heeft gezegd dat hij bang is voor geweld. Dat is niet de achtergrond van de keuze die hij heeft gemaakt. En of het de juiste keuze is, dat moeten we echt daar laten, vind ik. Twee is, in zijn algemeenheid denk ik dat je nooit, maar echt nooit, je het hoofd kunt laten hangen naar groepen waarbij je anders bang bent voor geweld. Ik bedoel, neem even, dat misschien iets minder beladen, maar daarom noem ik ook bewust even dat voorbeeld. Neem even, als we dat zouden doen bijvoorbeeld bij de aanpak van hooligans in het voetbal. Dat zou werkelijk het hek van de dam zijn natuurlijk. Dan ben je niet meer de baas in je eigen stad.